Goedemorgen. Leuk dat jullie kijken. Ik ga jullie vandaag leiden door het nieuwe analysesysteem wat Wouter en Alex in elkaar hebben gezet. De ontwikkeling is in volle gang. We zijn nu met een pilot bezig in Runtoday in Nijmegen, dus welkom. We beginnen even hier bij de klantenprofielen, dus bij het invullen van de klantgegevens. En dan hebben we een aantal stappen die we doorlopen. Je ziet hier het klantnummer staan, aanhef. Wanneer dit is ingevuld, wordt het klantnummer direct geactiveerd, waarna we na een paar seconden meteen het klantnummer kunnen invoeren. Dat gaan we dus nu ook doen, dus kijk even mee naar het systeem. Dan gaan we dus iemand toevoegen. Dat doen we dus hier bij het plusje. In dit geval ga ik mezelf even toevoegen, want ik ben in dit geval de verkoper, maar ook de klant. En mijn naam is Niels. Achternaam is Arends. En dan ga ik hem zoeken. En dan staat hij hier geregistreerd. Er is altijd een optie als ongeregistreerde klant te pakken, mocht er iemand een testanalyse willen en niet in het systeem willen. Onze focus ligt natuurlijk wel dat iedereen in het systeem staat, dus we gaan er gewoon vanuit dat iedereen een klantenprofiel aanmaakt. Nou, dan selecteer ik mezelf. Dan zie je dat hij nog niet helemaal geselecteerd is. Dan klik ik nu op mijn naam. En dan zie je hier een account verschijnen met mijn naam erop, aantal kilometers per week en een profielfoto. Nu ga ik de eerste opname starten. Daarvoor klik ik op het cameraatje. En kijk ik dus naar scherm. En daar tik ik de eerste paar schoenen in. In dit geval heb ik de Lunar Epic Men aan. En we gaan hem zo opnemen. Zodra de klant is ingevoerd, gaan we dus de analyse starten. Daarbij geef ik aan dat de loper kan starten op mijn teken. Dus dat ga ik nu even doen. Ik heb mijn eigen broekspijpen, zoals je ziet, even omhoog gescrolld. Zodat ik zo meteen mooi de juiste lijn kan analyseren. Dus dat ga ik nu doen. Kijk even mee. Ik druk op opnemen en ik start zelf met lopen. Zodra de opname in het systeem staat, komt de loper naast me staan en gaan we de beelden analyseren. Voordat ik de beelden laat zien, geef ik nog een keer aan dat degene is geanalyseerd vanuit de achteraanzicht en vanuit de zijaanzicht camera. En daarbij we nu ons onderscheiden ten opzichte van de andere hardloop speciaalzaken. En dan beginnen we echt met het analyseren van de unieke beelden. En dat doen we dus als volgt. We staan op de homepage. De opnames zijn zojuist gemaakt. Op het linker tabbladen gaan we dus nu naar de opnames. Die ga ik even inladen. We beginnen met de combinatie achter zijaanzicht. En dan zie je hier opname 1, opname 2. Twee keer de Lunar Epic geanalyseerd. We beginnen met de eerste opname. Wat we dan zien is het volgende. Je ziet nu de achteraanzicht hier maar al staan natuurlijk, zijaanzicht nog niet omdat hij midden op de baan staat. We beginnen altijd met de achteraanzicht en dan pak ik hem altijd even wat verder door tot ongeveer halverwege de baan. Je ziet dus de blauwe balk onderaan, in ieder geval voor ons goed zichtbaar. En wat we dan ook kunnen beoordelen is of dat we hem scrollen ja of nee. Als hij staat op rood, betekent dus dat we hem niet kunnen scrollen, zodat het beeld stilstaat. Dat doen we allemaal met de rechter muisknop. Met de scrollfunctie kunnen we dus de beelden in de x aantal frames gaan analyseren. Dus dan kijken we bijvoorbeeld allereerst nu naar de linkervoet. Landingsfase op, helemaal op de middenkant van de voet, buitenkant voet, lateraal. Komt neer, drukverdeling, pats en staat kaarsrecht neer. Nou, zo kunnen we dat heel netjes analyseren. Stap voor stap, ook de afzetfase. Je ziet dat de camera zo goed staat dat je ook een heel goed zicht hebt op bijvoorbeeld de romp, schouders. Dus zodat je de hele achteraanzicht kan beoordelen in plaats van alleen maar de kuitspier. Nou, rechtervoet. En zo kunnen we stap voor stap laten zien hoe het eruit ziet. Als ik deze even hier stilzet en die meteen even uitzet, het rode balkje. Ik activeer even links, dus de zijaanzicht. Pak ik hem even wat verder door. Met de muis kan ik hem even wat verder door scrollen. Slepen en dan zet ik hem even stil. Dan kom ik hier in beeld, zijaanzicht, en kijken we nu naar de linkervoet.
dan zie je dus nu dat ik hier niet een overstrekte knie heb. Lichaam rechtop, arm goed mee. En wat belangrijk is om te weten, dat we vanuit de zijaanzicht heel duidelijk accenten kunnen leggen op de loopstijl. Dat de loopstijl o zo belangrijk is om het te voorkomen van loopblessures. En dit kunnen we dus ook tegelijkertijd afspelen. Synchroon gaat helaas niet door de x aantal frames die vanuit de zijaanzicht meer heeft dan achteraanzicht. En dan kunnen we dit, zoals je hier ziet, even tegelijkertijd af laten spelen. Zodat je hier bijvoorbeeld aan de achteraanzicht ziet nu dat mijn rechterarm niet heel ver naar achter staat, maar wat meer naar buiten gebogen. Terwijl het er hier heel ontspannen bij de schouders uitziet, de zijaanzicht. Dus dan kun je wel concluderen dat het dan niet daar, dat daar een fout in zit. Dus we zijn erg blij dat we nu vanuit twee punten kunnen analyseren. Nou zet ik allebei de beelden stop. Wat ik dan als vervolg kan doen met meerdere opnames is dat ik naar het knopje daaronder ga. Dus dat ik twee achteraanzichten inlaat. Dus dan zie je, selecteer opnames voor het linkerbeeld, selecteer opnames voor het rechterbeeld. Opname 1, opname 2. Dus zo pak ik voor het linkerbeeld opname 1, rechterbeeld opname 2. Openen. Opname 1 zet ik vast even iets verder. Op het rechterbeeld. Zet ik weer even stil. En hier zet ik hem identiek gelijk. Wat het mooie is van de achteraanzicht is dat hij dezelfde frame stelt. Dus dat je hem nu helemaal synchroon kan laten gaan. Dan moet je hem natuurlijk wel op hetzelfde punt neerzetten. Dit was in dit geval wel dezelfde type schoen. Maar met verschillende schoenen kun je dus heel mooi de verschillen laten zien. In de standfase, afzetfase. En als laatste heb ik dan nog het achteraanzicht. Kan ik ook even hier, of sorry, de zijaanzicht. Kan ik hier ook nog inladen boven, onder. Pak ik ook de twee opnames. Laat ik ze ook tegelijkertijd even lopen. Nog even iets verder. Oké. Zet ik vast even een beeld neer. Hier precies hetzelfde. En we beginnen met analyseren. Je ziet dat mijn rechtervoet voor staat boven, linkervoet voor staat onder. Dus mijn pas kwam net iets verkeerd uit. Wat je dan zou kunnen doen is dat je even één pas terugzet bij een van de twee beelden. Zodat je dezelfde pas hebt, zoals hier bijvoorbeeld. Nou, wat je bijvoorbeeld heel duidelijk kan zien ook is dat mijn armen, maar vooral mijn handen, heel erg gestrekt zijn. Het is ook zo belangrijk dat je je handen bijvoorbeeld heel ontspannen houdt. En dit soort tips kunnen we dus meegeven en als toegevoegde waarde aan de lopers. Nou, wanneer deze beelden geanalyseerd zijn, gaan we terug naar de home knop. En dan ben je weer terug op de home. Dan zie je dat de beelden ook niet meer zichtbaar zijn op de camera's die gewoon aanstaan. Dan is de mooie functie naast de opname dat je de beelden kan uploaden. Dus stel de Lunar Epic die we zojuist geanalyseerd hebben is de schoen die het uiteindelijk ook gaat worden. Kunnen we dit mooi uploaden. En dan staat er hier opnames. Kan ik opname 1 uploaden? Moet ik hem even aanvinken. Opname 2 zou ook kunnen, maar liever gewoon één opname of 2, 3, het maakt niet uit. Het kan allemaal, maar niet dat je te veel up gaat loaden, dat de klant te veel op zijn app binnenkrijgt. Nou, wat je dan nog kan doen, je kan nog iets toevoegen, een opmerking. Wat bijvoorbeeld leuk is dat als iemand langskomt voor een paar schoenen en je weet in de loop van het gesprek dat degene aan het trainen is voor een marathon, een halve marathon, is dat je hem succes wenst met een nieuw paar schoenen. Iets persoonlijks, dat doet het altijd goed. Nou, dan klik je uiteindelijk op uploaden en dan is die ook meteen hier uit het analysesysteem, zoals je ziet. Uploaden doe je niet altijd. De klant hoeft niet altijd de beelden. Wat je dan doet in plaats van uploaden, klik je op kruisje en dan verwijdert hij hem ook meteen uit de open analyses. Nu zie je dat er dus ook geen openstaande analyses zijn. Dus goed vermeld, waardoor het run-to-day logo weer goed zichtbaar is en klaar voor de volgende analyses. We zijn weer terug bij het run-to-day systeem. In dit geval staan we nu bij de run-to-day app.
op de telefoon. En zoals je ziet, het klantnummer is hier ingevuld. Daaronder geboortedatum. En nieuwskanaal Runtd Nijmegen. Want we zijn in dit geval ook in Nijmegen. We loggen in. En daar staat welkom Niels Arends. Regio Nijmegen. Het laatste nieuws Runtd Nijmegen. Waarbij we hier, zoals je ziet, mooi overzicht hebben. Met ook een persoonlijke barcode. Waarbij we met bij de kassa direct naar klantennummer kunnen vragen. Zonder een klantenkaart echt mee te nemen. En we hebben hier een tab. Dan zie je het laatste nieuws waar we net op stonden. Mijn analyses, spaarpunten, loopschema. Dus echt wat persoonlijke informatie. Zodra dus de klant ingelogd heeft, kan die de beelden ook terug bekijken. En mocht hij daarover vragen hebben, kan die altijd bij ons terecht. Dus de toegevoegde waarde van zo'n app is dat hij eigenlijk in zijn persoonlijke omgeving met vrienden, familie, kennissen kan laten zien, delen. Dat hij hier is geweest, dat er analyses zijn gemaakt. En we geven dus een stuk meer mee. Waarbij we dus voorheen alleen de analyses echt hier in het systeem houden. Maken we nu alles openbaar, zodat je alles kan delen. En dat zien we in de toekomst goed tegemoet. Ook een mooie functie op de app is een stukje contact. Als de loper vragen heeft over schoenen, loopschema's, over de analyses, dat ze bijvoorbeeld met een medische achtergrond, met een fysiotherapeut, podotherapeut wat besproken hebben en er zijn vragen, dan kunnen ze dus terecht via de app. Op een stukje contact kunnen ze naar zijn winkel, kun je zelf aanvinken welke winkel je wilt contacten, kunnen ze een vraag stellen en dan kunnen de winkeliers, dus de eigenaren, hebben een eigen webpaneel waarbij ze de vragen binnenkrijgen en zodanig ook kunnen beantwoorden. En dat is wel mooi, zodat we echt een overzichtelijk klantenservice hebben waarbij we direct kunnen reageren op eventuele vragen. Ook toegevoegd op de Runtd app is het stukje spaarpunten. Spaarpunten wordt nu nog beschouwd als bijvoorbeeld korting, directe kassakorting. Maar we willen het iets unieker maken, iets meer waarde aan de spaarpunten hangen dan voorheen. En daar hebben de franchise-nemers hun eigen inbreng in. Ze kunnen namelijk via het webpaneel hun eigen spaarpuntenactie bedenken en zo toevoegen in hun app. Zodat de klanten die de app openen kunnen zien wat voor acties er aan een hoeveelheid spaarpunten hangt. En dat is een mooie toegevoegde waarde, zowel voor de franchise-nemers als ook voor de klanten. De Runtd app is heel persoonlijk en we kunnen dus daar ook zo dusdanig op inspelen dat we echt een specifieke pushbericht naar alle klanten van een bepaald filiaal kunnen sturen die de app hebben gedownload. Zodat je dan een soort van WhatsApp melding krijgt, Facebook melding, maar in ieder geval dat het eruit springt en dat je er echt op dusdanig moet klikken. Dus bij iedereen komt die in de startpagina meteen te staan op de telefoon. En dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld over een event, over een actie. En zo kunnen we de klanten nog persoonlijker benaderen. En directer dan dit gaat het dus ook niet worden, denk ik.